Al ruim 2 dagen zijn Ruben en Julian nu spoorloos. De vermiste broertjes Ruben en Julian domineren al bijna een week het nieuws. Het gaat om de 2 broertjes van 7 en 9 die maandag. De politie zoekt vermiste broertjes nu in Limburg. Meer dan 1000 tips. Waarom zou je een zoekactie op touw zetten terwijl je weet dat het niks oplevert? Bizar. Dat ik overigens in een slechte film ben beland. Dat ze een toneelstukje hebben opgevoerd. Medialogica. Over wat er gebeurt als Nederland in de ban raakt van vermissing. Pa had zelfmoord gepleegd en de 2 broertjes waren niet vindbaar. Heel Nederland leefde mee met Iris en ik zou haar graag willen vragen of zij haar verhaal wil vertellen in het kerstnummer van Libelle. Ja, het feit dat er zo duidelijk wordt gemaakt dat heel Nederland had meegeleefd. Iedereen komt. Het is echt schitterend. En dat ik eigenlijk daar wel in tegemoet moest komen. Dat je op een gegeven moment een soort van bezit wordt. Door de media, maar ook door gewoon heel Nederland eigenlijk. Wat is het journalistieke nut van het noemen van die straatnaam? Dat je aan kunt geven in welke buurt zij woonden. Het feit dat mensen aan mijn deur kunnen komen daarover, dat vond ik best wel beangstigend zelfs. Kun je herinneren dat er bij dat eerste artikel een advocaat betrokken is geraakt? Die je heeft gesommeerd om die straatnaam eruit te halen? Ik kan me zich niet herinneren. 2 weken later zit je die straatnaam in de krant. Ja, nee, ik kan me niet meer herinneren waarom dat destijds zo gegaan is. En die waren verbolgen over het feit dat ze niet uitgenodigd waren. Maar dat waren wildvreemden? Ja. Ja. En waarom wilden die wildvreemden dan bij de begrafenis van de jongens? Hè? En daar hadden ze recht op, want ze hadden meegezocht. Emoties van Iris, van de moeder, van de familie. Ja, dat had zo'n impact op ons en op mij. Ik heb het letterlijk genoemd van ik voel me echt naakt staan hier. Iris had het natuurlijk vreselijk moeilijk, want dat is natuurlijk het moeilijkste moment als je erachter moet komen. Of het je kinderen zijn die daar gevonden zijn. Hebben jullie gevraagd aan jeugdzorg wat nou de reden is om zo expliciet te zijn over jouw privésituatie? Ja, en dat was het antwoord. Omdat heel Nederland heeft meegeleefd, moet dit openbaar worden. Een hoofdofficier van Defensie zegt: er is 's nachts gezocht door de druk van de media. Dat zou anders niet gebeurd zijn. 's Nachts kun je niet fatsoenlijk zoeken. De media zat in de nek. Dat ging op ministersniveau. Er moest gezocht worden. Het maakte eigenlijk niet uit of er wat gevonden werd. We hadden misschien zelf wel sporen kapot kunnen maken. Bizar. Laat ik over in een slechte film ben beland. Ja, want wat wordt hier nou gezegd eigenlijk? Dat ze een toneelstukje hebben opgevoerd. De zoekactie in Geulen, waar we het net over hadden... ook daar is een deel van de zoektocht in scène gezet. Aan de zijkant van de vijver werd op een gegeven moment gezocht... en werd ook gezegd van, we doen het even in scène... zodat jullie mooie plaatjes kunnen schieten. Wilt u meer weten over deze uitzending en over Medialogica? Ga dan naar human.nl/medialogica. Human.